open. Ik ben vandaag op bezoek op de Juliana van Stolberg School. Zij krijgen namelijk een hele bijzondere gast vandaag. Een bekende voetballer. En ik zie daar iemand voetballen, dus het zou hem zomaar kunnen zijn. Hallo? Bent u meneer Touzani? Hallo, nee. Nee, oh, nee, zie ik het. Nee. Nee, ik ben Anne Tsunami. Anne Tsunami? Anne Tsunami, wat het hele festijn dreigt in het water te vallen. Wat voor festijn dan? Nou ja, we hebben hier de openingsweek van deze school. En vandaag is het een hooggeëerde gast. En dat is Soufiane Touzani. Die komt hier op bezoek? Die komt hier zo op bezoek. En met wat voor reden hebben jullie dan een feest? Nou kijk, we hebben drie dingen. Eerste plaats is dat de school 90 jaar bestaat. Dat is eigenlijk wel heel 90 jaar. Een hele respectabele leeftijd. Zeker. Tweede is dat we vieren dat ons gebouw heel mooi van binnen opgeknapt is. En derde reden is, ja, wij zijn eigenlijk altijd happy. 90 jaar dus? 90 jaar. Nou, misschien wel een leuke anekdote. Ik ben hier nu 4,5 jaar directeur. Of schoolleider, dat is een betere term. Mm-hmm. Toen ik je solliciteerde, toen dacht ik, nou, dit is wel heel bijzonder. Want ik heb als kind, geen 90 jaar geleden, maar iets minder lang. Iets minder, zeg zo 15 jaar geleden, heb ik hier op school gezeten. Kijk, dus dit is het voorplein. En als we daarheen lopen, dan even nog een beetje ballen. Hey, ja, want als Soufiane zo komt. Kijk. Hoi! Daar moeten we op en dan doen we die ook even. Een rake trap, precies er doorheen. Kijk, hier hadden we het willen doen. Mooi op dit podium. Hier had Soufiane Touzani, als het droog was geweest. Ja. Had hij ook. Ja, het is nu een beetje nat. Dus we gaan zo naar binnen. Kijk, het is kleiner dan buiten, maar we doen het in twee groepen. Het schijnt dat Soufiane in de buurt is. Dus wij gaan even snel een rondje door de school om te kijken of we hem kunnen vinden. Er wordt nu gebeld en als ik het goed begrijp, blijkt het dat Soufiane al lang handtekeningen aan het uitdelen is. Als ook dat gebeurd is, is het tijd voor de clinic. Eerst mogen de kinderen wat vragen stellen. Wist jij bijvoorbeeld al dat Touzani stopte met het veldvoetballen omdat hij erg veel last kreeg van zijn rug? Toen ging hij met trucjes oefenen. En met succes. Trouwens, in het uitdelen van panna's is hij ook als de beste. Twee goals of een panna. Als één van ons een panna krijgt, dan schreeuwen we met z'n allen. Olé! Olé, olé! Panna geven 3, 2, 1. En aan het eind laat Soufiane Touzani nog maar eens zien wat voor trucjes hij allemaal kan. Zijn tip? Goed blijven oefenen.